Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Crypto deze week in samenwerking met Coimers. We hebben er ongeveer een half jaar op moeten wachten, maar misschien eindelijk prijsactie wat we graag willen zien voor Bitcoin. Dus namelijk sprake van een higher low en een higher high. En we komen op dit moment ook in de buurt van een cruciaal level en als we dat weten te passeren, dan kan het wel eens heel erg snel richting die all-time high gaan. In deze video wil ik daar wat dieper op ingaan, dus laten we snel beginnen met de video. Het is de laatste tijd natuurlijk behoorlijk hard gegaan. Sinds de vorige aflevering van Crypto deze week hebben we natuurlijk behoorlijk wat rendement neergezet. Want tijdens het maken van de video stonden we net boven de $60.000. Nou, we staan nu boven de $68.000. En als we inderdaad gewoon eventjes wat verder uitzoomen op de daily chart, is natuurlijk goed te zien dat er sprake is van een higher low. Vervolgens is er sprake geweest van een higher high. Vervolgens hebben we opnieuw een higher low neergezet. En je ziet de laatste drie dagen is er ook weer sprake van een higher high. Nou, dat is natuurlijk een constructie die je heel graag wilt zien. Want als we helemaal teruggaan naar maart, is het eigenlijk een constructie geweest dat we langzaam maar zeker verder zakten. En je ziet dus nu dat die trend is omgedraaid en je ziet dus meteen positieve prijsactie, want de laatste tijd gaat het natuurlijk hartstikke goed. Want dat wordt natuurlijk wel eens vergeten als Bitcoin heel hard gaat in een paar dagen tijd, dat als je bijvoorbeeld een weekje teruggaat in de tijd, dus afgelopen vrijdag, dan heb je het over een stijging van bijna 13% in 7 dagen tijd. Dat is natuurlijk hartstikke lekker. Maar dit is ook een fase dat je bij jezelf denkt, ik wil vooral verder vooruit kijken. Want we zitten natuurlijk nu in een fase van heel veel kracht. Bitcoin laat dat ook echt zien. Maar dan ben je natuurlijk vooral bezig met van oké, hoe nu verder? En we weten allemaal, het gaat leveltje van leveltje naar leveltje. Dat heb ik natuurlijk in de afgelopen paar maanden heel vaak aangekaart. Het was natuurlijk inderdaad een fase dat er niet heel veel gebeurde. Maar toen gaf ik ook aan van, ja, in dit soort fases moet je dus goed voorbereiden op wat er mogelijk komen gaat. Want een trend zal natuurlijk niet jaren intact blijven. Op een gegeven moment zien we inderdaad een verandering plaatsvinden. Nou, dat heeft dus plaatsgevonden sinds halverwege september. Dus dan kan het ook weer niet zijn dat je nu niet weet wat je moet doen. Als het goed is, heb je hierop voorbereid. Maar we staan pas aan het begin natuurlijk. Want als je inderdaad kijkt naar de laatste 6 à 7 maanden, heeft er nog niet heel veel plaatsgevonden. Waar ik nu vooral naar kijk, is het level van eind juni. Dat is een heel belangrijk level. Want als we een daily close hebben boven die 68.500 zo'n beetje, ja, dan denk ik gewoon dat het in één keer heel erg snel kan gaan. Dat hebben we in het verleden heel vaak gezien met Bitcoin, dat we in een periode zitten van negatief sentiment. En als het dan in één keer omdraait, zie je in één keer dat het ongelooflijk hard kan gaan. Harder dan je eigenlijk vooraf had verwacht. En ik denk dus ook, als we dus een positieve uitbraak hebben en dat we meerdere dagen boven die $68.500 kunnen afsluiten, ja, dat het eigenlijk een kwestie van tijd is voordat we richting die all-time high gaan. Natuurlijk, er kan altijd onverwachts nieuws naar buiten komen waar we op dit moment nul rekening mee houden. Dat weet je gewoon echt niet. Maar als het inderdaad gewoon zoals de laatste paar weken op een normale manier verder gaat, ja, dan zal het mij verbazen als bijvoorbeeld we een paar dagen boven die $68.500 weten af te sluiten en dat het daarmee ophoudt. Nee, dan verwacht ik juist dat dat echt de start gaat zijn en dat het in één keer heel erg snel kan gaan. Dat hebben we natuurlijk heel vaak meegemaakt in het verleden van Bitcoin, dat er heel lang weinig interesse is en op het moment dat de interesse toeneemt, kan het heel snel gaan. We hebben natuurlijk ook gezien aan het begin van het jaar, er was sprake van een goedkeuring voor een Bitcoin spot ETF, er was verkoopdruk, we stonden vervolgens aan het einde van januari onder de $40.000 en toen zag je in één keer dat het ongelooflijk hard ging. Je ziet hier eventjes een anderhalve week van prijsstagnatie en dat werd vervolgens opgevolgd met gigantische stijgingen van 5,5%, vervolgens bijna 5% en vervolgens 9,5%. Misschien in 3 dagen tijd van $51.000, zelfs boven de wick van deze candle, naar $64.000. Dus dan zie je dat het ongelooflijk hard kan gaan. En we weten ook allemaal hoe langer het duurt voordat we een bepaalde range weten te verlaten, hoe meer kracht erachter zit. Dat heb ik ook aangegeven in de fase dat we heel snel die all-time high hadden neergezet. Dan heb ik heel vaak aangekaart van, ik heb liever dat we nu even een tijd zijwaarts gaan, want voor mijn gevoel ging het gewoon te snel. En ik ben ervan overtuigd, hoe meer tijd we nemen, hoe hoger we kunnen komen in deze cycle. Nou, we zijn nu 7 maanden verder, dus het is inderdaad wel weer een keertje tijd om echt even wat rendement te boeken. Maar ik denk inderdaad, kijk, zeg je in maart van, we gaan nu 6-7 maanden zijwaarts, dan denk je bij jezelf, nou, doe maar niet. Maar als je nu in deze situatie zit en we hebben die 6-7 maanden achter de rug, ja, dan is het natuurlijk een ideaal scenario om inderdaad deze prijsactie door te zetten en best wel snel een nieuwe all-time
Ransom High neer te kunnen zetten. Voordat ik daar nog verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform om crypto te kopen, ik maak gebruik van CoinMerge van mijn Bitcoin en altcoins en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving, want als je registreert via de link krijg je bij registratie 10 euro aan gratis crypto, ze hebben altijd mooi meegenomen, dus in de beschrijving staat zo'n linkje, registreer in het linkje, maak je gebruik van de actie, daarbovenop stel je ook nog eens het kanaal, want ik krijg vergoeding voor deze samenwerking, kost je niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken, dat zal ik natuurlijk altijd waarderen. In de vorige aflevering van Crypto deze week gaf ik ook aan dat het heel erg belangrijk is om op de weekly timeframe de MACD in de gaten te houden. Dat is natuurlijk een indicator en we zitten op dit moment heel dicht in de buurt. Ik denk ook in de komende paar dagen, dat bijvoorbeeld over een dag of 10 of zo, dat het daadwerkelijk er doorheen is geschoten. En de vorige keer dat we dat hebben meegemaakt, nou dat is een jaar geleden. Dat gebeurde namelijk op 16 oktober, het is nu 18 oktober en ja, je ziet wat er op dat moment heeft plaatsgevonden toen er sprake was van een crossover. Toen ging het natuurlijk echt hartstikke hard. Want toen hebben we natuurlijk ook die all-time high neergezet en was er sprake van een stijging van 172% in 147 dagen tijd. Het is in die tijd heel erg hard gegaan. Dus dat is natuurlijk ook zeker iets wat ik in de gaten hou. Je ziet ook dat de grote partijen in hoog tempo heel veel bitcoin aan het inslaan zijn. Want als we namelijk eventjes de inflow van de bitcoin spot ETF's erbij pakken sinds 11 oktober, zie je natuurlijk dat het gigantisch hard is gegaan. 253 miljoen, 555 miljoen, dat is natuurlijk echt een gigadag en dat werd vervolgens ook nog eens opgevolgd door 371 miljoen, 458 miljoen, gisteren was het 470 miljoen, dus er zijn inderdaad van die ongelofelijke uitschieters van 555 miljoen, maar dat wordt vervolgens opgevolgd met ook gigantische dagen. Dus je ziet gewoon dat er heel veel vraag is vanuit die Bitcoin spot ETF's en dat is natuurlijk een goed signaal, al kan je er natuurlijk niet omheen dat de particuliere belegger die niet veel te beleggen heeft, best wel wat raakvlakken heeft met die grote partijen. Want het wil natuurlijk niet zeggen dat als jij 300 miljoen kan investeren, dat jij precies weet hoe het investeren werkt. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat emotie nog een hele grote rol speelt. En ja, dat zie je natuurlijk nu ook heel erg goed, dat er plots veel meer vraag is vanuit de klanten die de Bitcoin Spot ETF aanbieden. Dat heeft er dus ook vooral mee te maken dat de prijsactie natuurlijk er gewoon heel erg goed uitziet. Als we ook inderdaad die lichtgroene lijn eventjes in de gaten houden, zien we dus dat we ook weer op een nieuwe all-time high staan. Als je kijkt naar het aantal dollars in deze Bitcoin spot ETF, dus als je ze allemaal bij elkaar voegt, is natuurlijk ook een sterk signaal. Dus op dat vlak ziet het er ook goed uit. En als je zelf druk bezig bent met Bitcoin en altcoins, et cetera, en je kijkt bijvoorbeeld naar de prijsactie die we de laatste tijd hebben meegemaakt, want het is natuurlijk zo dat we sinds het lage punt van 6 september en we trekken hem door tot het huidige level, dat we in 40 dagen tijd 30% zijn gestegen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dan denk je meteen bij jezelf, ja, dat zorgt ervoor dat zoveel mensen interesse hebben. Nou, als we vervolgens kijken naar de zoekopdracht Bitcoin wereldwijd over de laatste 12 maanden, ja, je ziet eigenlijk niet dat er op dit moment sprake is geweest van hele positieve prijsactie, wat ervoor kan zorgen dat Bitcoin veel harder gaat stijgen in de komende paar maanden. Als je kijkt naar deze interesse in Bitcoin, denk je op dit moment, ja, Bitcoin doet niks of Bitcoin zakt, er heeft niemand interesse. Maar als we inderdaad gewoon echt kijken naar de chart, zie je natuurlijk dat het er heel goed uitziet. En dat is dus ook heel erg belangrijk. Want als je de interesse vergelijkt met nu, als we op de $68.000 staan, in bijvoorbeeld begin maart, is het een gigantisch verschil. Dat was echt de fase van dat je memecoins weer zag voorbij komen. Iedereen had het over crypto. Iedereen wilde bitcoin en altcoins bezitten. En we staan nu natuurlijk heel wat maanden later op hetzelfde punt en er is amper interesse. Kijk, ben jij een doorgewinterde bitcoin investeerder, dan is het natuurlijk zo dat je de laatste tijd wat met meer interesse naar de chart kijkt dan bijvoorbeeld de maand ervoor, want er gebeurde niet zoveel. Nu is het natuurlijk toch wel weer een fase dat je elke dag bijvoorbeeld 3, 4, 5% erbovenop kan ontvangen. En dan gaan we helemaal beginnen. Dus het is niet zo gek dat je zelf meer interesse hebt, maar als we inderdaad kijken naar de mensenmassa, valt het allemaal wel mee. En daarom dat ik er dus ook op hamerde in de fase van de all-time high van, het is heel verstandig als we nu eventjes weer de rust gaan vinden. Nou, dat hebben we dus gevonden. En als ik inderdaad ook wat verder vooruit kijk naar de rest van 2024, ik heb natuurlijk al een video gemaakt een tijdje terug dat ik verwacht dat we nog een nieuwe all-time high gaan neerzetten, maar daarvoor is natuurlijk nog wel
wel wat nodig. Het is helaas geen garantie, was het maar zo makkelijk. En als je kijkt naar het volgende level, ja, dan is het gewoon die 68.3, 68.5. Ja, daarboven sluiten, dan verwacht ik dat Bitcoin ook heel snel boven die $70.000 weet te sluiten. En ja, voor mijn gevoel is het dan vrij baan om een nieuwe all-time high neer te zetten. Want het klinkt natuurlijk heel erg veel dat we nu nog 7.000, 8.000 moeten stijgen om een nieuwe all-time high neer te zetten. Maar heel veel mensen vergeten natuurlijk wel eens dat je gewoon puur moet kijken naar percentages. En als we bijvoorbeeld kijken van afgelopen week naar wat we nu hebben neergezet, heb je het over een stijging van bijna 13%. En als we vervolgens nogmaals van deze range nog eens 13% erbovenop tellen, dan komen we inderdaad uit op een nieuwe all-time high. Dus er is niet heel veel voor nodig. Een stijging van, laten we zeggen, 12-13% voor Bitcoin in een korte tijd is heel normaal. Dat gebeurt zo vaak. Maar omdat we natuurlijk nu op koersen staan die vele malen hoger staan, dan denk je bij jezelf, ja, Bitcoin moet wel 6.000, 7.000, misschien wel 8.000 stijgen voor een nieuwe all-time high. Maar als je puur kijkt naar de percentages, ja, dat heeft wel eens plaatsgevonden in een dag tijd. Dus vandaar dat ik zo hoopvol ben voor een nieuwe all-time high, want het ziet er op allerlei verschillende vlakken gewoon heel goed uit. Want technisch gezien is het natuurlijk altijd sterk dat er sprake is van een higher low en een higher high. En we weten dus ook voor te bouwen op die trend. En ja, dat is natuurlijk hartstikke sterk. Vervolgens zie je dat de grote partijen bij een Bitcoin spot ETF inderdaad heel veel Bitcoin inslaan. Dat is natuurlijk ook heel erg positief. En daarbij is het natuurlijk zo dat de centrale banken langzaam maar zeker de geldkraan weer opendraaien. Dat is natuurlijk ook altijd een positieve ontwikkeling. Dat zorgt er wel voor dat bijvoorbeeld de staatsschuld in de Verenigde Staten heel snel oploopt. Maar voor Bitcoin kan dat juist weer goed uitpakken. Als we kijken naar de interesse in Bitcoin op dit moment, is het aan de lage kant. Dat wil je natuurlijk ook zien. Je wilt nu niet in een fase zitten dat we 6-7 maanden lang moesten wachten. We stijgen eindelijk en dat er heel veel hype is. Nee, dat wil je niet. Je wilt in een situatie zitten waar we nu in zitten. Dat we hele positieve prijsactie hebben, maar er is op dit moment nog niet veel interesse. Is er meer interesse dan 2 maanden geleden? Natuurlijk. Maar we mogen bijvoorbeeld niet vergelijken met de interesse die we meemaakten in aanloop van de all-time high in maart of bijvoorbeeld aan de top van de vorige cycle. Dat mag je niet vergelijken, terwijl we natuurlijk nu heel dicht in de buurt komen van de oude all-time high. Dat was $69.000 en er is nu heel weinig interesse. Voor nu kwam wel het einde van deze aflevering van Crypto Deze Week in samenwerking met Coimers. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet er zeker niet te abonneren. En ik zie je graag terug bij een volgende video. Later.